Er werken wel meer mannen in de radiowereld dan vrouwen. En ook tijdens die uitreiking vorige week werd er ook verteld dat er minder vrouwelijke radio-dj's zijn. Waardoor komt dit, denk je? Ja, weinig voorbeelden. Er zijn gewoon echt minder vrouwen op de radio. En zien presenteren, doen presenteren. Of ik denk dat je voorbeelden nodig hebt. Er werken wel heel veel vrouwen in de radio, ook voor de schermen of achter de microfoon. Dat is natuurlijk ook wel met name bij Radio 1. Bij BNR heb je ook heel veel vrouwen. Er zijn iets minder vrouwen op de commerciële hitradiostations, zo gezegd. Maar in het buitenland zie je dat veel meer is. Als je de grens overgaat in België, hoor je heel vaak overdag wel vrouwen. Dat klinkt top. Denk je dat het wel goed is dat er meer voorbeelden zijn? Absoluut. Voor jonge studenten? Ja, absoluut. En natuurlijk moeten programmadirecteuren er ook voor gaan om vrouwen neer te zetten op prominentere plekken. Maar ik vind niet, je moet niet een vrouw neerzetten omdat het een vrouw is. Dat is natuurlijk een discussie die je overal in elke laag van de bevolking hebt. Maar ik denk dat het niet goed is om op een prominent tijdstip, bijvoorbeeld tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags, een vrouw neer te zetten die dat tijdstip niet kan dragen. Er moet een DJ zijn die dat goed kan, of dat nou een man is of een vrouw. En dat zijn vaker mannen, omdat er dus veel meer mannen in de radio werken. Dus vrouwen, gaan vlieguren maken bij een lokale omroep. Dan kun je op een gegeven moment bij een groot station terecht. En ja, dan moet je misschien de hele tijd midden in de fucking nacht werken. Maar je kan nog steeds uit eten, je kan nog steeds op Tinder dates. Nou jongens, leuk dat jullie allemaal hebben gekeken. Like en abonneer allemaal. En dan zie ik jullie volgende week weer om 7:30 op donderdag.